Bart Zelleslags, Berchem, Everbeur, 1-0, het werd tijd, hè? Ik had er eens maar één woord voor, denk ik, en dat is eindelijk. Eindelijk en oef. Ik heb ook gezien dat normaal, hoe langer dat duurt, hoe moeilijker dat het ook wordt qua geluk ook. Want ja, wederom hebben we toch wel een paar fases gehad in de wedstrijd dat we dachten van oké, het is weer een beetje hetzelfde verhaal. Dat neemt niet weg dat we vandaag ook tegen een ploeg gespeeld hebben die zeker kwaliteiten heeft. Ik denk dat we dat ook kunnen zien hebben. Maar ik heb me er dus ook gezegd van kijk, maakt mij niet uit hoe of... Maar ik wil gewoon vandaag die 3 punten. Het resultaat staat bovenal. En ik moet zeggen, die groep verdient dat ook. Die groep werkt al van in juli keihard. Ik denk heeft al een heel stabiel seizoen gekend. Het enige is, we weten het allemaal, dat het resultaat achterwege bleef. Maar ik denk dat dit een grote verdienste is voor de ploeg. En de doelpunt symboliseert dat ook wel. De nieuwkomer oké, scoort, dat is meegenomen op een prachtige manier. Maar ook de invaller heeft daar zijn steentje bij bijgedragen. En het is enkel op die manier dat we effectief nog die extra punten gaan halen die we moeten halen. En nogmaals, eindelijk en zeer blij. De ontlading was duidelijk ook wel echt heel groot in de spelersgroepen. Maar ja, het is iets waar we al weken naar streven en al weken voor werken. En al weken geweest dat we dat verdienden. En vandaag ook. Het was niet altijd even mooi. Het was altijd was zo'n krampachtig. Maar oké, ja, het is nu eenmaal de punten die tellen. Ik moet zeggen, het is ook niet onverdiend, denk ik. En de nieuweling Benembemba, dat is meteen een mooie toevoeging aan de kern. Ja, anders hadden we hem niet bijgenomen. Daar waren we wel van overtuigd dat Bemba kwaliteiten heeft. Hij heeft dat in derde klasse laten zien. Nu, oké, dat gaat over één wedstrijd. Ik zal hem wel aanporren om dit blijven verder te zetten voor Berchem. Maar het is niet alleen Bemba die prestatie vandaag neerzet. Ik denk dat we daar met zijn 15 trots mogen op zijn. Zelfs de jongens die er vandaag niet bij zijn en ook elke week op training hartstikke hun best doen. Dat die daar ook aan verdiensten hebben om aan dit resultaat. En nogmaals, eindelijk hebben we dat resultaat vast. En nu moeten we proberen dat verder te zetten natuurlijk. Volgende week in principe een haalbare kaart met de komst van Willebroek dat helemaal onderaan bengelt. Wat zijn de verwachtingen? Volgens de statistieken is dat een haalbare kaart, maar iedereen weet dat in voetbal dat een wedstrijd altijd moet gespeeld worden. Dus wij gaan die wedstrijd aanvangen, net zoals dat tegen een andere ploeg is, of net zoals vandaag tegen Everbeur is. En met dezelfde betrachting om die wedstrijd te winnen. Dus voor mijn part maakt het geen verschil dat het nu volgende week tegen Willebroek is of tegen een andere ploeg. Desondanks, veel succes volgende week tegen Willebroek en de 3 punten graag. Dank u wel.